Hallo kijkers van Fans GamerNL. Ik ben Nasse Zind of Sander en ik doe hier een mod review. Nou, dit is de Morp mod. Ik vind het zelf een leuk mod. Jullie gaan vanzelf zien wat er gaat gebeuren. En voor als jullie denken van, ja, waarom doe je deze serie nog een keer? Ja, ik wil Skywars en zo. Dan moet je niet bij mij zijn. Ik doe dat, want ik altijd online ben en de andere bijna niet. Dus ik kan niet opnemen met anderen. Dus nou, ik ga even laten zien wat deze mod kan. Ik zie daar een kip. Ik ga hem even zo proberen te slaan. Waar is de kip? Waar is de kip? Waar is de kip? Ja. Ja, ik heb hem gekild. En als je nu ziet, ik verander in de kip. Ik zie niks. Ik zie niks. Ja. Dit zocht ik. Zo, kijk. Hier ben ik, de kip. Yay. En als ik dan bijvoorbeeld de varken kill. Wacht, ik doe even zo. Is wat makkelijker. Ik sta hier ook heel laag bij de grond. Kijk. Een kip die heeft een soort van vlieg, wat een normale kip ook kan. Bijna alle mobs die hebben allemaal wel specialiteit. Ik heb de varken, nu verander ik in de varken. De varken. En dan, kijk, boven op je, nou, naast je end heb je zo'n haakje. Nou, dan klik je op, nou, dan kan je scrollen met je muis en dan zie je allemaal dingen die kan zijn. Nou, kijk, zombies in de, nee, nou, mobs vanuit de netten, die kunnen gewoon tegen lava en zo. Nou, de blaze, nou, die kan vliegen. Kijk, ik ben een blaze. Game mode 0. Die heeft de creative fly, de guest ook en de bat. Dan heb je ook nog, wow, echt een huge ding. Dan heb je ook nog de inktvis. Die heeft ook iets fijns. Even G. Doe ik weer mezelf. Kijk, daar zie je een octopus. Yeah! Ik sta dood. Kijk, nu word ik een octopus. Kan onder water ademen en ik zwem gewoon ziek snel. Kijk dan hoe snel ik zwem. Nou, dat was het dan weer. Gaan we hierheen. Even kijken wat voor mobs we nog meer kunnen laten zien. Je hebt de spider. Oh, dat is ook heel leuk. Die kan tegen muren oplopen. Kijk, hop. En dan gaan we weer daarop. Kijk, kan lekker boompje klimmen en zo. Nou, dat kan de spider. Hop. Oké, ik ga dood. Dan gaan we naar de zombie, ja, die gaat branden overdag. Veertje kan niks, ja, zo, nee, kan niks. Ja, kan heel snel zwemmen. Nou, dat was het denk ik weer. Je hebt ook nog een cave spider, die kan als goed mensen potionen. Je weet wel, zo'n plugin hebt van dit. Kun je mensen potionen en dan heb ik nog één ding te zeggen en dat is, wow, verander ik in mezelf. Oké, dan heb ik nog één ding te zeggen en dat is ciao. En linkje in de beschrijving.